1 kill. En is leeg. Oké, okay, hij is leeg. En nog één. Oh boy, ik ben naar beneden gedonderd. Jongens, jongens, het is niet te geloven. Het nieuwe seizoen van Fortnite. Oh my god. Iedereen is aan het primeuren. En iedereen heeft het natuurlijk over Dusty. Is het niet met de pot? Waarom is het niet met de... Wat is dit nou? In ieder geval, jongens, ik wil deze video ook gaan maken. Want ja, ik voel me verplicht om dit te doen. Want Dusty Depot, ik heb een hele speciale band met Dusty Depot. Nee, maar for real, ik heb letterlijk alles geleerd. Ik ben de meester geworden in Dusty Depot. Nou, oké, ik moet echt ophouden met kloten. Nee, maar ik ging bijna altijd naar Dusty Depot. Omdat dat was gewoon mijn plekje en ik land helemaal verkeerd. Maar we gaan er toch even heen, want dit is echt letterlijk de allereerste keer dat ik ga. En ik had al iets gehoord van een krater, want ja, natuurlijk de komeet is hierop ingeslagen. En het ziet er niet uit, jongens. Alles is kapot. Daar is nog wel iets van Dusty Depot over. We gaan vandaag even onderzoeken. Wat is dit nou weer dan? Wat? Yo! Yo! Check dit dan! Dude, ik kan gewoon letterlijk springen en... Wat is dit? Oké, waarschijnlijk is die heel druk. Ik ga even een huisje naar binnen. Maar dit is heel erg leuk. Wat is dat voor gekke toevoeging? Oké, waarom open ik ammo boxes terwijl ik nog niet eens een gun heb? Oh boy, dit is echt insane. Je kan zo makkelijk hier iets mee ontwijken, jongens. Wie wil er nog bouwen tegenwoordig? Oké, volgens mij is het... Ja, het is uitgewerkt. Oké, ik hoor een kist. Ik ga hem opzoeken. Het is hier echt rustig. Ik dacht echt dat letterlijk 70 man of zo hier meteen heen zou gaan. Maar dat is dus niet zo. Vandaag staat dus in het teken van Dusty Depot. Of nu, in ieder geval, hoe heet het ook alweer? Ik ben nu alweer de naam kwijt. Het heet Dusty Depot. Oké, heel erg leuk. Ik heb een hunting rifle en een pot. Die pot pop ik even. Ja, ik hoop dat jullie weer zin hebben in deze video. Dit is mijn tweede Fortnite video. Nog maar. Oké, die heb ik 3 hits. Of 2 hits, geen idee. Doet er niet toe. Hij is aan het bouwen. Oh boy, hij is dood. Hij is dood. Iemand schoot op hem. Oh boy. Ah, ik zag hem. Hunting rifle. En ik mis. Ja, hey. Top. Ik was zo'n clear shot. Ik mis weer. Hoezo mis ik weer? Oké, even rustig aan. Even neem de tijd. Oké, ik gooi de granaat overheen. Is hij afgeleid? Deze man, jongens. Ik zie een shotgun. Ik ga voor die shotgun. Ik wil gewoon die shotgun. En we gaan weer terug. We gaan weer terug naar deze man. Ik heb wel wat bouwmateriaal. Ik dacht dat ik niks had. Maar ik heb zeker wel wat. Oh! En nu heb ik geen bouwmateriaal meer. Nice. Gauw, ik moet wel een vlugroute hebben. Oké, dat bouwen, dat is nog niet echt mijn ding. Dat moet echt een beetje gewenning worden. Ik heb trouwens ook een battle pass gekocht. Ik dacht van, ja, het is wel een soort van... Het moet wel eigenlijk, hè. Ik mis weer, jongens. Ik ben niet goed met die hunt. Het is niet mijn ding. Ik weet het. Er wordt geschoten. Wat de heck? Oh, ik had hem gekilled. En in één keer achter me. Ja, ik heb trouwens ook een nieuw poppetje van dit seizoen al. En een nieuwe backpack, geloof ik. Oh ja, dan nog iets. Jullie zien dat ik die bepaalde glider heb. Die Snowflake heet die blijkbaar. En heel veel mensen zijn van, ja, je speelt het al veel langer. Want die kon je alleen maar krijgen in december bij kerst. Ja, heel leuk verhaaltje daarbij. Oh, ik moet wel even opletten ondertussen. Oh boy, oh boy, oh boy. Maar in ieder geval, ik heb het inderdaad in december even geprobeerd. Want toen was het echt een hype aan het worden. En oh, alles flikkert naar beneden. Jongens. En toen heb ik, in december heb ik het dus gedownload, heb ik het gespeeld. Vond ik het vervolgens niks. En je moest een win-off hebben. En ik ben toen volgens mij één keer gecarried door Don en zo. En Duncan en Link, geloof ik, zoiets. Dan heb ik het spel letterlijk gedanceled. Heb ik het 3 maanden niet meer gespeeld, tot nu. En nu vind ik het ineens leuk. En het is een beetje heel rauw hoe alles is gegaan. Maar oh, oh, ik mis. Maar deze player heeft niks, hè. Kom op, doe nou niet zo, please. Zo, die is dood. Oké, okay, top. Dat is onze eerste kill. Ik neem gewoon weer zo'n ding, jongens. Ik vind het echt vet dope. Yo, wat is het überhaupt voor spul? Is dat van die komeet zeker, hè? We gaan even hier overheen. Hoppakee. We gaan even wat mensen proberen te killen. Oké, okay, die heeft een shield. Ik heb hem niet. Kijk dat. Ah, wat een onzin, jongen. Oké, okay, die is ook bijna dood. Ja man, kom op nou even. Mijn kogels zijn ook al bijna op. Ik pak hier halve kill steeds. Oké, die heb ik een gehit. Oké. Alright man, ik ga er gewoon op af. Hij is bijna down. Come on. Hij heeft wel een shield. Wat de heck, hij had wel een shield. Wat een onzin. Waarschijnlijk had die guy snel een poosje gepopt. In ieder geval jongens, volgende ronde nieuwe kansen. Kom op, please. Ik land echt perfect, dat sowieso. Dat is al een ding. Ik land heel erg chill. Alleen ik heb een handpistol die eigenlijk heel goed is. Maar waar ik niet echt mee om kan gaan. Dat is niet echt mijn ding. Oh! Dude, ga je nog bijna dood? Of ik ga hem afmaken, jongens. Ik ga hem finishen. Please! Ik heb hem. Oké, top. Die hebben we. Nice, dat is 1.
Hierboven zit ook iemand. Alright, wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Hij heeft zo'n ding, Oh, hier ligt de shield onder. We gaan hier rustig onder zitten. Jongens. Heel rustig aan. Okay, let's go, Ik heb bijna geen ammo, dus ik kan niet veel. We willen levend uit dit nieuwe Dusty Depot komen, jongens. Oh, oké. Okay. Hier zit erin. Ik heb hem! Oké! Okay. Ik word beschoten. Oh boy. We gaan onder zitten. We gaan niet meer onder zitten. We poppen weer een shield. Die kunnen wij goed gebruiken. Ik heb nog één. Oké. Okay. Yo, dit gaat goed. Oh, die guy met shield. Oh boy. Wat de heck? Dat heb ik al zo vaak gehad. Dan heb je letterlijk de kill. En dan uiteindelijk de laatste shot is van iemand anders, hè. Oké. Maakt niet uit. Ja, ik heb 3 kills. Ja, nee, helaas niet 4 dus. Dit wapen is ook helemaal leeg. Hierboven ook mensen. Waar? Hier is de fight gaande. Oké. Hij heeft de high ground. Oké, hij schiet letterlijk op me. Hij heeft me sowieso. Oké, ik vlieg weer terug. Dat was niet de bedoeling. Ik ben letterlijk... Oké. Ja, dat heb ik met weinig ammo, weinig health, geen shotgun, weinig bouwmaterialen en natuurlijk niet de high ground. Ja, dan dat is de kans best groot dat je verliest. Laten we gauw weer verder gaan. Dusty Depot, let's go. Gaan weer. Ik heb een shotgun en ik heb een... Oh, dit is heel leuk. Ik heb een scoped AR. Oké, dope. Dit is leuk. Ik mis. Oh, het is hier zo druk. Eng. Ik heb hem. Oké, dope. Ik ben echt bijna dood, dus ik moet oppassen, jongens. Ik kan eigenlijk niks. Ik heb hem! Oké! Right in your face, bitch. Gauw bandages poppen, heel snel. Oh, jongens, we moeten heel snel even healen. Even deze reloaden. En dan kunnen we er tegenaan. Weer met weinig health natuurlijk. 75 in totaal, maar geen shields. Wat zit hier in? Oké, is dit leuk? Dit is leuk, hè? Oh, shotgun! Ja, ik weet niet welke ik altijd... Oké, ik neem hem gewoon mee, boeien. Ik hoor iemand. Oh, ik hoor ze weer. Ik heb hem geraakt. Hij is hier aan. Wat de heck? Er waren trouwens heel veel mensen die tegen me zeiden van... Yo, Harm, je moet even wat rustiger spelen. Ik bedoel, je wilt veel te snel, veel te haastig iedereen doodmaken. Maar je moet gewoon tactisch kijken. En dan is inderdaad een hele goeie. Ik loop inderdaad wel heel vaak dom ergens heen. Oh boy, ik word... Ik gooi prong dat ding. Dat was niet de bedoeling. Hij heeft me letterlijk 3 keer geraakt, deze man. Maar in ieder geval, dat was niet de bedoeling dat ik die gooide. Maar dat kan wel chill zijn hier trouwens. Hey, dat kom ik nu pas achter. Hier, kijk eens aan. Ik word zelf ook flink beschoten, doe. Hey, boy. Eén kill. En is leeg. Oké, hij is leeg. En nog één. Oh boy, ik ben naar beneden gedonderd. Yo! Oké, dat ging lekker. We gaan weg hier. We boeken hem. En ik ben dood. Top. Had ik 4 kills. Het ging zo lekker, jongens. Zonder dat het weer zo moet. Zo, we pakken gauw een gun. Yes. Dat is 1. Oké. Oh. Dat is 2. Nou, easy kills, jongens. Maar goed, ik moet inderdaad niet iedereen willen killen hier. Dat wil ik steeds. En dan moet ik echt letterlijk bijna 10 mensen killen. Want zo net had ik ook weer 4. En toen kwamen er ook 2 enemies van 2 kanten nog naar me toe. Dus dat is gewoon bijna niet te doen. Dus dat moet ik wel even goed beseffen. Dus eigenlijk moet ik gewoon spullen pakken en weg hier. En als ik een paar kills kan pakken, dan sure. Maar niet iedereen uit willen roeien. Dat moet ik echt niet willen. Oké, misschien een leuke shield zou heel erg chill zijn. Oké. Kom maar, jongen. Got him! Oké, die was heel erg nice. Kijk, en dan krijg je dat weer. Ik ben beschoten, oké. Nog iemand, jongens. Och, jongens, is het nou alsjeblieft voorbij? Come on, dude. Ik heb weer 4 kills. Dat constant. En nu word ik weer gekilled. Dat heb ik altijd. Ik moet nu gewoon pakken wat ik pakken kan en weg hier, volgens mij. Heb ik nu officieel iedereen hier wel dood? Dat zou ook goed kunnen, hoor. Het is mooi geweest. Eindelijk is het dan eindelijk zover dat ik hier uit kan komen. Volgens mij kan je ook niet anders uitkomen zonder deze dingen te pakken, of wel? Ja, ik kan heel moeilijk omhoog komen, maar je hebt wel echt dit nodig.
Ja, kijk, ik glijd letterlijk naar beneden, jongens. En het is officieel. We hebben Dusty Divo hebben we overleefd. Eindelijk een beetje rust. Ik ben eruit. En nu kan ik tenminste wat materiaal at least verzamelen of zo. Daar kan ik wel even mee beginnen. Oké, okay, het is nu denk ik ook slim om niet mijn bomen volledig om te hakken. Want dat valt natuurlijk heel erg op. Oké, okay, ik heb inmiddels heerlijk wat bouwmaterialen. Oké, okay, er zijn er maar 20 mensen. Ik ga hier denk ik gewoon even omhoog bouwen. Zit er mooi midden in de cirkel, dus dat is wel chill. Misschien kan ik ook wel een keer een baas gaan bouwen, maar ik heb bijna geen goede materialen. Dus geen steen en geen metaal. Dus dan zou ik het met hout moeten doen, wat ook al te doen is, maar dat is toch een beetje mooi. Ik ga hier toch even op de berg staan, want dan zit ik echt letterlijk in het midden. Oh. Oh boy, oh boy, oh boy. Oké, okay, hit. Kom op, bouwen, 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 bouwen. Come on, dude. Deze moeten we hebben. Deze moeten we hebben. Even een seconde. Even twee van die shields poppen en dan zijn we er weer. Oh, hij is dood. Yo, dude. Hij is dood. Deze guy is doodgaan, jongens. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Schiet, schiet, schiet. Oké, oké. Nee, hij heeft me, hij heeft me. Hij heeft me. Nee, shit. 13 man nog. Ik was zo close, maar echt, dat bouwen is soms. Het is echt moeilijk om snel boven iemand te komen, jongens. Deze guy was, hij was gewoon goed, ja. Wat, hoe ging die dood? Oh, great fall. Oh, dat was mijn kill. Wat, oké, okay, ik heb 5 kills aan deze. Oké, okay, nou, 5 kills, nou. Oké, okay, jongens, de laatste game. Ook nog een keer Dusty Depot. Nou, oh. Oh, hij liep er letterlijk in die sukkel. Ah, oh, dankjewel jongen. Oké, okay, wat ligt hier, wat ligt hier, wat ligt hier. Oké, okay, die pop ik wel. Oh, een Scar jongens. Oké, okay, oké, okay, dit is heel chill. Dit is heel chill. Nu mag ik het niet verprutsen. Oh, hier vechten ze, hier vechten ze. Hier vechten ze, let's go. Die is dood. Nog iemand? Er was nog iemand, er was nog iemand. Ondertussen looten we het even hier. Waar is die andere ineens? Oké, okay, die is weg of zo. Oké, okay, weet je wat, ik pak deze gewoon mooi op. Zo, boeien. Er is weer iemand, er is weer iemand. Oh boy, deze is goed, deze is goed. What the heck? Oké, okay, het is mooi geweest, jongens. Ik ga flink oefenen. Ik ga denk ik de volgende aflevering een rustig plekje uitzoeken. Want Dusty Depot, of Dusty Divo, wat het nu ook is... daar komt gewoon steeds 10 man. En ik ben er één keer ben ik uitgekomen met 4 kills. Daar heb ik ook 4 moeten killen, dus... Dus het is nogal druk. Oké, okay, nice. Goed gedaan. Het is gewoon een lastige plek. In ieder geval bedankt voor het kijken. Hopelijk vond jullie deze video leuk. Geef lekker me allemaal tips. Want ik leer al superveel van jullie. En ik heb er best wel veel aan. Dus dankjewel ervoor. En dan zie ik jullie volgende keer weer terug met een nieuwe video. Mensen, later.